Het is met deze morgen een grote vreugde om weer in jullie midden te mogen zijn. Terug van 2 jaar Engeland. En ik ben blij dat uiteindelijk het woord weer, dat we dat mogen verkondigen, ook hier in Nederland. Ik hoop ook dat ik Nederlands blijf spreken. Als je 2 jaar Engels spreekt, ja, goed, dan kan het er heel snel weer inglippen. Maar mocht iemand Engels horen, steek je hand op en laat het weten, bij wijze van. Maar het is goed om ook vanmorgen het woord van de Heer weer te openen. En we openen het in de eerste brief van Petrus. En dan lezen we vanaf vers 3 tot en met vers 9. 1 Petrus 1, vers 3 tot 9. En de titel van deze preek is de vreugde en de hoop op zaligheid. Geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover de schriftlezing. En vanmorgen staan we dus stil bij de hoop en de vreugde en de hoop die voor ons ligt. En wanneer we vandaag de dag de straat op zouden gaan en we zouden mensen van verschillende religies vragen, wat is uw hoop? Wat is uw werkelijke hoop? En weet u, bent u zeker van de eeuwigheid? En veel mensen zullen zeggen, ja goed, ik geloof inderdaad dat er misschien wel een hemel is. Ik doe goed mijn best, dus ik verwacht eigenlijk wel dat ik daar mag komen. En we hopen dat er inderdaad een hemel is. Maar wanneer we spreken over de zekerheid van het geloof, de zekerheid van het eeuwige leven, dan zien we vaak dat deze dingen missen. Alleen wanneer we het woord van de Heer lezen, wanneer we zijn woord lezen, dan zien we dat er een eeuwige hoop is. Een eeuwigheid waarvan we zeker kunnen zijn. En een hoop waarin we ons mogen verblijden. Maar zelfs soms onder christenen zie ik er wel eens gebeuren dat er eigenlijk de blijdschap mist van de hoop die we hebben. De hoop die voor ons ligt. En ik hoop ook vanmorgen dat als we het woord van de Heer door mogen gaan, door mogen lopen, dat we ook mogen verblijd mogen zijn en verheugd mogen zijn. Dat we met blijdschap mogen uitzien naar die eeuwige hoop. En Petrus bemoedigt ons in de hoop van zaligheid. We hebben vanmorgen 3 punten over de levende hoop, de blijvende hoop en de vreugdevolle hoop. We beginnen met de levende hoop. En Petrus, hij start hier met de dank aan God de Vader. En we zien later ook in het eerste punt dat vanwege de opstanding van de Heer Jezus Christus, doordat hij opgestaan is uit de dood, wij het eeuwige leven in hem mogen ontvangen. Dit is een onvergankelijke erfenis die we mogen ontvangen in de Heer Jezus. Het Bijbelgedeelte begint met deze woorden: geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En Petrus, hij schrijft alle eer toe aan God de Vader. Hij die de schepper is van de hemel en van de aarde. En zo ook wij, we horen onze lof en eer en eerlijkheid aan hem te geven. Wanneer we de Westminster Catechismus zouden lezen en we zouden zien wat de eerste vraag is, dan is deze eerste vraag: wat is het belangrijkste doel van de mens? Wat is het belangrijkste doel van de mens?
Het belangrijkste doel, antwoord, is om God te verheerlijken en om altijd van Hem te genieten. Ons doel is om naar Hem te zien. Aan Hem behoort alle eer. Aan Hem behoort alle glorie. En we zien door de Bijbel heen, of we nou het Oude Testament lezen, of dat we de Psalmen van David lezen. Ze brengen alle eer aan God de Vader. Het brengt alle eer aan Hem, die alle eer ook waard is. En uiteraard de Heer Jezus zelf. Hij brengt alle eer in aan God de Vader. En Petrus begint met deze woorden. Geprezen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En ik herinner mij toen ik tot leven geloof kwam. Eigenlijk voor het eerst de Bijbel las met als het ware met nieuwe ogen. En dat dit soort woorden het onze. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat we deze woorden ook toe mogen eigenen. En wanneer we het woord van de Heer lezen, dat we ook mogen zeggen, het is onze Heer Jezus Christus. Aan ons mogen die beloftes worden toegerekend. En we mogen het woord van de Heer werkelijk ook toepassen op ons leven. Op ons dagelijkse leven. En hij, Petrus, ziet de realiteit of om één te zijn met de Heer Jezus. En door die eenheid met de Heer Jezus ook één te zijn met God de Vader. En er is reden voor aanbidding. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En hij spreekt over de grote barmhartigheid. Zijn grote barmhartigheid. En wanneer we God bestuderen, dan zullen we zien dat God ook een God is van barmhartigheid. Een God is een God van genade. En we zien dat perfect als we de Heer Jezus Christus bestuderen. Als we zien wat Hij gedaan heeft voor deze gevallen wereld. En in zijn grote genade, zijn grote barmhartigheid. En Petrus gebruikte het ware een vergrootwoord. Hij vergroot de barmhartigheid van God de Vader. En Hij heeft ons gegeven een nieuwe geboorte. En deze nieuwe geboorte is in de Heer Jezus Christus. En ook als we spreken over de wedergeboorte, de nieuwe geboorte in de Heer Jezus Christus, is het zo van belang dat we ook hiervan de waarde zien. Wat betekent het om opnieuw geboren te zijn? Het betekent dat we gered zijn van de eeuwige verlorenheid. En het betekent dat we geplaatst zijn in het wonderbare licht. En het betekent dat we aangenomen zijn als kinderen van de levende God. En dat we delen in de erfenis met Christus. En als we eigenlijk over deze onderwerpen nadenken, als we hierover in onze stille tijd tot de Heer naderen, wat hebben we meer nodig om Hem alle eer, alle glorie en alle lof te brengen? En niets is vergelijkbaar met deze genade, deze alles overtreffende genade van God de Vader. Ik moest denken ook aan Exodus. Exodus 34, waar staat, toen de Heere hen voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en een rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot het derde en het vierde geslacht. Maar we zien hierin Gods genade en Gods goedertierenheid. Hij bewijst dat door te vergeven de overtredingen en de ongerechtigheden. En hoe kunnen deze overtredingen vergeven worden? Er is één middel gegeven om deze overtredingen te vergeven. En dat is door het werk van de Heer Jezus Christus alleen. En wanneer je hier zit als een zondaar en je voelt, je bemerkt ook in je hart dat je zonde bent. Dit is de genade die wij nodig hebben. De alles overtreffende genade van God de Vader in de Heer Jezus Christus. Maar wanneer we Gods woord ook lezen, dan zien we dat niemand God zoekt. Wij allen hebben gezondigd. En wij allen hebben deze alles overtreffende genade van God de Vader nodig in de Heer Jezus Christus.
En tegelijkertijd is het ook zo dat deze grote barmhartigheid, de grote barmhartigheid van God de Vader in het geven van zijn Zoon, iets tegen ons zegt over de miserabele staat waarin wij verkeren als zondaren. Hij heeft ons gegeven in zijn grote genade de wedergeboorte. Een wedergeboorte, niet geboren uit in de natuurlijke zin, maar geboren uit God, zoals we het ook lezen in Johannes 1. Niet uit de wil van de mens, niet uit het vlees, maar die uit God geboren is. En onmiddellijk, wanneer we aan dit gedeelte denken, dan denken we aan Nicodemus. In de nacht waar de Heer Jezus komt. En dat gesprek heeft met Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ook zegt van niemand kan het koninkrijk van God zien. Tenzij dat u wederom geboren bent. En dit is een essentieel. De wedergeboorte is essentieel in uw en in jou en in mijn leven. En dat is ook de vraag voor vanmorgen. Is eigenlijk de hoofdvraag. Bent u opnieuw geboren? Behoort u hem toe? Bent u opnieuw geboren? En wat betekent dat? Het betekent een geestelijke transformatie. Het betekent dat we geredde zondaars zijn. Het betekent dat we een nieuw leven ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Het betekent dat we vergeven zijn door het dierbare en kostbare bloed van de Heer Jezus Christus zelf. En dit is eigenlijk het punt van wat Petrus maakt. Het betekent dat we een levende hoop hebben. Het betekent dat we een levende hoop hebben. En deze hoop is zo totaal anders van de hoop die wij hier in deze wereld vaak zien voor ons. En de Bijbelse hoop is een totaal andere hoop dan de wereldse hoop. De broeder noemde het vanmorgen volgens mij nog. Maar bijvoorbeeld, we hebben 2 jaar in Engeland gewoond. En eigenlijk zagen we uit ook naar de dankdienst. Aan het einde van deze 2 jaar. Dat was onze hoop. Maar door de omstandigheden moesten we iets eerder naar Nederland toe vertrekken. En uiteindelijk hebben we het online mee kunnen kijken. En waren we verblijd en verheugd. Maar zo zien we de dingen van deze wereld. De hoop die we hier in deze wereld hebben. Is een andere hoop dan de hoop die we vinden in Gods woord. En wanneer we de Bijbelse hoop tegenkomen, dan is dat een hoop die zekerheid biedt. Dan is dat een hoop waarop we mogen vertrouwen. Een hoop waarop we kunnen bouwen. En daarom brengen wij alle eer aan God de Vader. En zingen wij liederen tot eer en glorie van Hem, ook vanmorgen toen we hier samenkwamen. Het is een vreugd om samen met broeders en zusters in de Heer onze stemmen te mogen verheffen. En hem alle lof en eer te mogen geven. En deze levende hoop, deze hoop op leven, is in alle opzichten het tegenovergestelde van de hoop in deze wereld. De ongelovige wereld heeft alleen maar stervende hopen. Andere religies hebben een stervende hoop. Alleen deze hoop die we vinden in Gods woord, die ziet voorwaarts naar de nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En die ziet voorwaarts naar de vervulling van alle beloften die ons gegeven zijn in zijn woord. En dit alles is door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren dit worden tot een levende hoop. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En opnieuw. Hier hebben we ook weer een essentiële leer. De opstanding uit de doden. Ook dit is van groot belang. Dat de Heer Jezus ten derde dagen is opgestaan. Opdat ook wij in hem de opstanding hebben. En wanneer we de opstanding uit de doden weg zouden halen uit Gods woord. Dan zouden we beter allen naar huis te kunnen gaan. En kunnen genieten van deze dag. Zonder opstanding. Zonder de wederopstanding. Is er geen hoop. Maar deze Jezus, hij is opgestaan. En luister naar wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen dan sommigen onder u zeggen, dat er geen opstanding uit de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En ook zonder inhoud.
uw geloof. Blijkbaar waren er mensen inderdaad die zeiden van de Christus is niet opgestaan. Maar we weten dat Christus is neergedaald vanuit de hemel. Hij is geworden mens als wij. Hij heeft geleefd onder ons. En uiteindelijk is hij gestorven. Hij is gespijkerd, genageld aan het kruis. En daar bleef hij niet bij, want ze hebben hem gelegd in het graf. Maar graf en dood konden hem niet houden. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, als eersteling. En hij is ons voorgegaan en hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En in deze wederopstanding van de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding, hebben wij deze levende hoop. Want we zien dat hij ons is voorgegaan en daarom richten wij ons oog op deze Jezus, op deze zaligmaker. En deze erfenis, die zal nooit weggaan. En we zien dat Petrus eigenlijk waren drie woorden gebruikt hiervoor. Vers 4. Deze hoop is tot een onvergankelijke, een onbevlekte en een onverwelbare erfenis. Deze erfenis is zonder dat het wegvaagt. Het is niet iets wat uiteindelijk vervalt. Alle dingen die wij in deze wereld zien, ze vervallen. Maar deze erfenis is een eeuwigdurende erfenis die niet zal verdwijnen. Als we kijken naar onze gebouwen uiteindelijk brokkelen af. En ik kan u zeggen, wanneer we hier naar buiten toe zouden gaan en we zouden een foto of een videoopname maken. En we gaan deze video over 10 jaar terugkijken. We zullen zien dat er dingen veranderd zijn. Misschien dat gebouwen verdwenen zullen zijn, nieuwe gebouwen erbij gekomen zullen zijn. Maar stel dat we over 50 jaar nog eens terugkijken, zullen we zien dat er al veel meer veranderd is. Maar wanneer we naar over 100 jaar, misschien wel over 200 jaar zullen kijken, zullen we zien dat alles verdwijnt. Het verandert, het brokkelt af. En ik was op internet aan het zoeken, wat is nou eigenlijk het oudste gebouw van de wereld? En ik kwam tegen dat het een vesting is in Turkije. En deze vesting dateert van 700 tot 800 voor Christus. Totdat ik de foto zag. Want deze vesting is niet meer dan slechts enkele muren. Het heeft geen dak meer. Niemand zal erin gaan wonen. En het is, als het ware, het brokkelt af. Zelfs het oudste gebouw. Ook als we kijken naar onze economie. Uiteindelijk zal het afbrokkelen. Als we kijken naar ons koninkrijk, het koninkrijk der Nederlanden. Het is uiteindelijk, zal het allemaal verdwijnen. Alleen de eeuwige erfenis die wij hebben als christenen, zal eeuwig bestaan. Het tweede woord wat Petrus gebruikt, dat is het onbevlekte. Het is onbevlekt. Het is puur. Het is rein. Het is vrij van alles waardoor de aard van iets kan worden vervormd. Het is vrij van dat waardoor de aard van iets kan worden vervormd. Het is zuiver. Deze erfenis is een zuivere erfenis. En het laatste woord dat hij gebruikt, dat is onverwelkbaar. Het is onverwelkbaar. Het neemt niet af in kwaliteit. Het neemt niet af in waarde. Het zal nooit verdwijnen. En wanneer we eigenlijk naar de dingen van deze wereld kijken, is het als het ware als een vuur. En wanneer we bij een vuur zitten en hebben we daar ons licht, kunnen we daarvan hebben. We kunnen een stuk comfort ervaren. We kunnen de warmte ervan ervaren. Totdat het vuur uitdooft. En vrij snel verdwijnt het licht, verdwijnt het comfort en verdwijnt de warmte. Maar deze erfenis is van totaal andere aard. Deze erfenis wordt bewaard in de hemel voor u. Dit is de hoop die we hebben als christenen. Dit is de hoop waarnaar we uitzien. En wat een vreugde is het om te kunnen leven in deze hoop. Wat een vreugde is het om vooruit te kunnen zien. Om deze erfenis voor ons te hebben. En om deelgenoot te zijn aan het lijden en aan het sterven en aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Betekent ook dat we deelgenoot zijn in deze eeuwige zaligheid. Deze eeuwige redding.
De Heer Jezus, hij zei, en toen hij op deze aarde wandelde, verzamel u geen schatten op deze aarde. Omdat roest en mot ze verderven. Maar verzamel u schatten in de hemel. Dat we opzien naar hem, naar het eeuwige leven met hem. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En vanmorgen komt de vraag naar u, naar jou en naar mij. Waar is onze schat? Waar is uw hart? Is uw hart misschien gericht op de dingen van deze wereld? Is uw hart misschien wel gericht op een nieuwe woning? Die mooie auto, ons gezin, de dingen die we hier hebben als het ware. Of is ons hart gericht op het hemelse, het leven met hem? Als we gewoon heel eerlijk zijn en beantwoorden die vraag, waar zijn we afgelopen week het meest mee bezig geweest? Wat heeft ons nou echt bezig gehouden? Richten we ons echt op de Heer? Richten we ons echt op het leven met hem? Want alle dingen van deze wereld, ze zullen uiteindelijk vergaan. Die mooie auto zal uiteindelijk worden afgeschreven. Zal uiteindelijk na zoveel jaren ergens op een schroothoop terecht gaan komen. Die mooie woning zal uiteindelijk misschien over 50, misschien over 100 jaar, misschien over 150 jaar, zal die uiteindelijk verdwijnen. Maar we mogen ons richten op de schat die in de hemel is. Vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dit is een vertroostende waarheid. Deze erfenis is zeker. Broeders en zusters, deze erfenis wordt bewaakt. We kunnen dat niet verliezen als we in Christus zijn. De Heere, hij zelf, bewaart deze erfenis. En alle dingen zijn gereed gemaakt. Alles is gereed gemaakt. Ik moest denken aan een voorbeeld. Er staat hier, alles ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik moest denken aan een voorbeeld van het maken van een kunstwerk of een standbeeld. En wanneer een kunstenaar opdracht krijgt van een gemeente om een kunstwerk te produceren. En dan gaat hij mee aan de slag, hij krijgt een groot blok steen en hakt er als het ware een heel mooi kunstwerk uit. En vervolgens is dat kunstwerk is gereed. Het wordt op een vrachtwagen geladen en wordt op zijn sokkel gezet. En vervolgens wordt er een doek overheen geplaatst. Dan wordt er een toespraak gehouden. Veel mensen staan eromheen. Alle dingen zijn gereed. Alles is gereed gemaakt. Alleen het moment van het afnemen van die doek moet nog gedaan worden. En dan is het zichtbaar. En zo is het ook met het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft geleden. Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. Hij is opgevaren naar God de Vader. Hij zit aan de rechterhand. Alle dingen zijn gereed. Klaar om gereed gemaakt te worden. Klaar om te laten zien. Het brengt ons bij het tweede punt, de blijvende hoop. En wanneer we deze hoop hebben, is de vrucht van deze hoop een overvloedige vreugde. Een vreugde die in ons harten is. En tegelijkertijd wijst Petrus ook op de realiteit, want we leven ook in deze wereld. En wanneer we als christenen in deze wereld leven, verwachten we ook verdrukking. In vers 6 zegt Petrus, daarin verheugde zich. En dit is een vreugde die we nu al ervaren, ook in ons leven, dat we leven nu, in onze tijd. Maar we zien ook uit naar het moment dat we met hem mogen zijn. En daarom hebben we grote redenen om ons te verheugen en te verblijden. En dit woord wat hier gebruikt wordt, is een woord voor een intense vreugde. Een intense vreugde. En broeders en zusters, ik hoop ook dat jullie ook deze intense vreugde mogen kennen. En wanneer we het woord van de Heer open doen. Wanneer we die waarheid mogen lezen. Dat we mogen zien dat er een eeuwige erfenis is voor ons. Dat we inderdaad verblijd zijn in onze harten. Het woord dat hij hier gebruikt is een combinatie van veel vreugde. Eigenlijk een buitengewone blijdschap.
Het wordt ook gebruikt in Openbaringen. Openbaringen 19. Waar staat, laten we blij zijn en ons verheugen. En laten we hem de heerlijkheid geven, want het bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Of hetzelfde wordt ook gebruikt in Matthäus 5. Waarin de Heer Jezus zegt, verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. En het licht van het reddende en zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus, hebben wij altijd reden om verblijd te zijn en om verheugd te zijn. Maar Peter is ook reëel. Door deze woorden te zeggen, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En dit wordt nu voor een korte tijd, daar wordt ons leven mee bedoeld. De tijd dat we hier op deze aarde leven. De tijd dat we misschien leven, misschien 30, 40 jaar, 60 jaar, 80 jaar. Of misschien zelfs wel 100 jaar. Maar hij vergelijkt het als het ware met de eeuwigheid. Op de eeuwigheid is ons leven slechts een heel korte periode. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En we zien daarin ook iets van het christelijke leven. Wanneer we ons leven leven op deze aarde, zullen we in maten, verschillende maten verdrukking ervaren. En we zullen beproevingen ervaren. Maar het hoofdpunt dat Petrus maakt, dat is, moeite en zorg verhindert onze vreugde niet. Moeite en zorg verhindert onze vreugde niet. En de Heer heeft ons in zijn woord vele voorbeelden gegeven. Ik denk aan het voorbeeld van Paulus. Paulus die geslagen was. Paulus die schipbreuk heeft geleden. Paulus die in de gevangenis heeft gezeten. Die zeer moeilijke tijden heeft meegemaakt. Luister naar Paulus wat hij zegt in 2 Korinthe. Waar hij zegt, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van me weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij kan wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik krachtig. We zouden haast Paulus vragen, hoe kan dat? Paulus, dit is een contradictie. Wanneer ik zwak ben, ben ik krachtig? En ik heb een behagen in smadelijke behandelingen. Hoe is het mogelijk? Hoe kan deze contradictie bestaan? In onze zwakheid dat we juist krachtig zijn. Paulus zag op de Heer Jezus Christus. Paulus zag op het volbrachte werk van het Lam Gods. Paulus keek voorwaarts. En Paulus omarmde als het ware het kruis van Golgotha. En knielde daarbij neer. In zijn hoogste nood riep hij tot de Heere. En daarom werd zijn zwakheid met kracht vervuld. Wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Wanneer wij het zwakst zijn en we zien op naar de Heer Jezus Christus, zijn wij niet in onszelf machtig, maar is Hij machtig. En kunnen we in Hem ook zeggen, wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. En we zien het ook in het leven van Job. Hij bleef zijn oog houden op de Heer. Hij verloor alles. Of Jacobus 1, die zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeking terechtkomt. Weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En waarom is dit zo noodzakelijk? We lezen dat in vers 7. Waarom is deze noodzaak voor beproevingen? Vers 7 zegt, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud,
dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus gebruikt hier het voorbeeld van goud. En we weten allemaal, goud is een van de kostbaarste metalen in deze wereld. En vandaag de dag wordt nog steeds de economie wordt bepaald aan de prijs van goud. Als de prijs van goud stijgt, dan stijgt ook de economie. Als de prijs van goud daalt, dan daalt ook de economie. Maar wanneer we kijken naar het voorbeeld van goud, hoe wordt goud als het ware puurder gemaakt? Hoe wordt het goud meer karaats door uiteindelijk zeg maar hetgene wat niet goud is weg te halen? En dat wordt weggehaald door het vuur. Het vuur neemt de onzuiverheden uit het goud weg. En het toont ook de puurheid van het goud zelf. En Petrus, hij vergelijkt hier als het ware de kostbaarheid van het goud met de kostbaarheid van uw, jouw en mijn geloof. En wanneer het goud puur gemaakt moet worden, moet het door het vuur gehaald worden. En wanneer ons geloof puur gemaakt moet worden, wordt het ook door het vuur gehaald. Het neemt alle onzuiverheden weg. En wat zijn vaak die onzuiverheden? Het is de zonde. Vaak de zonde van trots, hoogmoed in onszelf, ons eigen ik. Het zijn de momenten dat we denken, we kunnen het zelf wel. De momenten dat we denken van, goed, ik heb eigenlijk heb ik wel die zaligheid verdiend. Ik zet me zo goed in voor de kerk. Het is trots, het is hoogmoed. Wanneer we denken dat we het wel waard zijn, dan brengt de Heer ons op de knieën. En als het ware, op het moment dat wij dit meemaken, dan wordt het door het vuur beproefd. En inderdaad, dat kan pijnlijk zijn. Op het moment dat de Heer ons geloof als het ware beproeft. Op het moment dat het beproefd wordt. Wanneer we merken dat we echt afhankelijk zijn van de Heer. Wanneer we op dat moment eigenlijk misschien wel op een ziektebed komen te liggen. Wanneer in één keer de nood toeslaat. Of wanneer in één keer eigenlijk blijkt, het zit niet in onszelf. En dit kan inderdaad een pijnlijk proces zijn. Maar de Heer wil het gebruiken om ons dichter naar Hem toe te brengen. Het tweede wat ook in het voorbeeld van dit goud ligt, dat is, al is het goud van de grootste waarde op deze aarde, het zal uiteindelijk vergaan. Zo is het met alle dingen van deze wereld, maar niet ons geloof. Ons geloof wordt beproefd opdat het gevonden mag worden tot prijs en tot heerlijkheid, lof en eer bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Oh, wat een dag zal dat zijn dat we Hem mogen zien. Dat we Hem mogen aanschouwen. En dat we voor Hem mogen zingen. Dat we ons hart mogen uitspreken. Ik weet niet hoe het hier in Nederland is geweest. Of we altijd hebben mogen blijven zingen. Maar in de kerk waar wij in Engeland deel waren, mocht nog steeds eigenlijk niet gezongen worden. Ja, zachtjes achter een mondkapje. En ik zei wel eens, hoe heerlijk zal het moment straks zijn als we de Heer Jezus mogen ontmoeten. En niks, geen mondkapjes. Maar gewoon onze harten mogen uitstrekken naar Hem. Op de knieën mogen vallen. En Hem alle eer, alle lof en alle glorie, alle aanbidding mogen geven. Maar hier in deze tijd, ook als het moeilijk is, mogen we ons uitstrekken naar Hem. Het bekende lied van Spafford. Het is goed met mijn ziel. Ik zocht dat lied op en Het originele lied heeft als laatste een toevoeging erin zitten. En ik lees het in het Engels, bewust, maar er staat: And Lord, haste the day when the faith shall be sight. Dat ons geloof aanschouwen zal worden. The clouds be rolled back as a scroll. The trumps shall resound and the Lord shall descend. En dan staat er deze zin: A song in the night. Oh my soul. A song in the night. Oh my soul. Een gezang in de nacht. Oh mijn ziel. En hoe kunnen we in staat zijn om in het duister van de nacht, op het moment dat we misschien midden in de beproevingen zijn,
midden in de zorgen, door geloof mogen we opzien naar Hem. Door geloof kunnen we dat zingen, kunnen we dat zeggen. Door geloof, ook te midden van lijden, in het midden van zorg, in het midden van het verdriet wat we in deze wereld tegenkomen. En misschien zit je hier wel vanmorgen. En dat het waarheid is in uw of jouw leven. Misschien zie je wel op tegen de komende week, de komende maand. Misschien wel een gesprek met een arts, met een dokter. Misschien een gesprek op het werk. Misschien wil je eigenlijk het liefst deze week zo ver mogelijk voor je uitschuiven. Of volgende maand. Een broeder of zuster, houd moed. Zie op deze onverwelkbare erfenis die in de hemelen ligt opgeslagen voor u. Klaar om tentoongespreid te worden. Laten we ons oog slaan op de Heer Jezus Christus. Laten we moed houden, ook in moeilijke tijden. We hebben reden om in die zin verblijd en verheugd te zijn. Blijf zien op de Heer Jezus Christus. Blijf zien op Hem. Dit brengt ons op het laatste punt. De vreugdevolle hoop, vers 8 en vers 9. Zoals we gezien hebben in het lied ook. We leven niet bij het zicht, maar door geloof. En het geloof, dat brengt ware liefde. Het geloof brengt vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En zie hoe Petrus ons als het ware meeneemt. De trap op naar boven toe met grote vreugde. Luister naar hem in vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En Petrus, hij zelf, had de Heer Jezus gezien. In levende lijven. Had met hem gesproken. Hij was met hem geweest. Maar deze mensen waar hij aan schrijft, deze broeders en zusters in de Heer, ze hadden de Heer Jezus zelf niet gezien. Maar toch geloofden ze en vertrouwden ze volkomen op deze Heer Jezus Christus, deze zaligmaker. Zij zagen de Heer Jezus met geestelijke ogen. En hoe zien we de Heer Jezus? Hoe kunnen wij de Heer Jezus zien? Dat is door in zijn woord te zijn. In zijn woord zien we de Heer Jezus Christus, maar ook onder de prediking. Wanneer het woord van de Heer ons verkondigd wordt, dan zien we Hem. Door de verkondiging van het evangelie worden blinde ogen geopend en worden dode harten tot leven gewekt. En door de prediking heen wijzen we voortdurend op Jezus Christus. En roepen we het uit. Zie het Lam Gods. En we roepen het uit. Zie op Hem. Zie op het Lam. En word behouden. Alle gij einden van de aarde. En door het zien op Hem. Door de prediking. Zullen we zijn heerlijkheid zien en aanschouwen. Door de prediking heen zullen we zijn liefde zien die Hij heeft voor gevallen zondaren zoals wij allen zijn. Door de prediking heen zullen wij ook die hoop ontvangen op het eeuwige leven. Door de prediking heen zullen we de genade, de grote barmhartigheid van God de Vader, die uitgestort is in de Heer Jezus Christus, zullen wij zien en we zullen ons verblijden en verheugen. En door de prediking heen zullen we zien de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat een kracht is tot een eeuwig leven. We zullen zijn waarheid herkennen. Door de ogen van geloof zien we de ware waarde van zijn lijden aan het kruis van Golgotha. En door de prediking heen zullen we de ware waarde leren kennen van de wederopstanding uit de dood. En door de prediking heen zullen we hem ook mogen liefhebben. Mogen we op hem leunen. En steunen als onze zaligmaker en onze verlosser. En de Heer Jezus, Hij zelf zei. Ik kan me nog herinneren, vroeger dat ik dacht, ik wilde dat ik een van de discipelen geweest was. Had ik met de Heer Jezus kunnen praten? Had ik hem aan kunnen raken? Had ik naast hem kunnen zitten? Maar de Heer Jezus, Hij spreekt deze woorden. Gezegend zijn zij die niet gezien hebben. En toch geloofd hebben. En nu ziet u hem niet en toch gelooft u. En we zien dat geloof en liefde beide hand in hand gaan. En u verheugt zich,
Vers 8b. U verheugt zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Staat als het ware. U bent zeer vrolijk met vreugde. U bent zeer vrolijk met vreugde. En eigenlijk is dit buiten het bereik van uitdrukking. Het is buiten het bereik van uitdrukking. Als onze harten overlopen van die vreugde in het kennen van Hem. Soms dan kan het voelen alsof het als het ware overloopt. En we zouden het wel aan andere mensen willen geven. Maar het is een vreugde die we in ons hart mogen kennen. Een vreugde die zo diep is, zo heerlijk is. En die ons ook zal helpen op de tijden van moeite en zorg. Dit is een vreugde die onuitsprekelijk is. Het kan niet in een boek beschreven worden. Ik denk als we naar de bibliotheek zouden gaan, zouden we vragen om boeken over vreugde. We zullen talloze boeken tegenkomen. En dan zouden we ze allemaal lezen, stuk voor stuk. Het bevat niet deze vreugde in het kennen van de Heer. Het bevat niet deze echte, diepe, ware vreugde in het kennen van Hem. En dit is een vreugde vanwege de heerlijkheid van God. En dit is een vreugde die zelfs verder gaat en die zelfs wanneer we de dood in ogen zullen zien, door zal gaan. En dit is een vreugde die ook de wereld niet begrijpt. En dit is een vreugde die verder gaat dan de grenzen van deze wereld. En dit is een vreugde die wij delen met allen die in Christus Jezus zijn. Allen die reeds gestorven zijn, misschien geliefden. Het is een vreugde die wij delen met hen. Allen die nu in Christus Jezus zijn, we delen deze vreugde met hen wereldwijd. Allen die na ons zullen komen, die in Christus Jezus zijn, we delen de vreugde met hen. U verheugt zich nu met een onuitsprekelijke vreugde en verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. We houden ons oog gericht op de finish. We houden in geloof ons oog gericht op het einddoel. De prijs van onze zaligheid is betaald door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Luister naar wat er staat in Hebreeën 9. Maar nu is Hij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het door de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. Verwacht u Hem tot zaligheid? Is het uw verlangen inderdaad om dat moment te mogen zien? En verlangt u ook echt werkelijk naar dat moment om met Hem te mogen zijn? Er komt een moment, broeders en zusters, dat ons geloof zal worden aanschouwen. Dat ons geloof zal worden in het zien van Hem. En de vrucht van ons geloof is het eeuwige leven met Hem. Eeuwig met Christus. In zijn aanwezigheid. Dit is de schat die we mogen hebben. Die in de hemelen bewaard wordt. Is dit ook uw schat? We moeten eindigen. We komen tot een conclusie. Als we terugzien op de dingen die we gehoord hebben. Mogen we zien dat we redenen hebben om ons te verheugen in de Heer Jezus Christus. En ons te verheugen in deze hoop. Ook in de moeilijke tijden. Ook wanneer het zwaar is. En onze erfenis van eeuwige zaligheid is veilig gesteld. Door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd verwachten wij ook in deze wereld het lijden. Verwachten we ook onderdrukking. Maar dit lijden, het lijden van deze wereld, weegt niet op tegen de vreugde wat in vooruitzicht ligt. Het lijden van deze wereld weegt niet op tegen de vreugde die in het vooruitzicht ligt.
En wanneer we beproefd worden, wanneer we in verzoeking zijn, wanneer we in het donkers van onze tijd zitten, heffen we onze ogen op naar de Heer Jezus. Zien we naar Hem. Verwachtende de dag van de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden. Oh, wat een dag zal dat zijn. Als het trompetgeschal klinkt. Als het gehoord zal worden. Dat we met Hem mogen zijn. Geprezen zij God de Vader. Geprezen zij God de Zoon. Geprezen zij God de Heilige Geest. Amen. De volgende dienst door het zingen van het lied Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Versen 1, 2 en 3. En ik zou voorstellen, doe dat staande. En dat we ook onze harten mogen verheffen.